Waar komt de babbelaar vandaan? Op naar de deskundige. Wij maken al sinds 1892 de boterbabbelaars. De bekende Zeeuwse blikjes, de blauwe blikjes die overal te vinden zijn. Nou, dat is mooi. Want dan weet u waarschijnlijk ook wel wat het antwoord moet zijn op deze vraag. Wij menen dat wij het antwoord weten op jullie vraag. Want hier in deze mooie oude locatie, daar worden de beroemde boterbabbelaars gemaakt. Nou, het antwoord op de vraag is helemaal niet zo moeilijk. De ontstaansgeschiedenis is uit de halverwege de 19e eeuw, waar elke boerderij zijn eigen babbelaars maakte. Wij Zeeuwen waren in die tijd niet een rijke provincie. Dus we moesten experimenteren met eigen middelen. Dus uit de keukenkastjes werd al snel het suiker gevonden, azijn en andere ingrediënten die in de babbelaar gaan. En zo kon men op een vrij goedkope wijze een heel lekker snoepje maken. Die babbelaarnaam is eigenlijk ontstaan doordat men bij het tweede kopje thee of koffie een babbelaar presenteerde. Omdat men natuurlijk gezellig samen zat en het zo lekker vond, bleef men doorbabbelen. Babbelen, babbelaar. Dat is duidelijk. Maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Succes was dat het een heel lekker snoepje was. En daardoor is het nog steeds een geliefd product voor de Zeeuwen, maar niet alleen voor de Zeeuwen, eigenlijk ook voor heel veel bezoekers en buitenlanders. Kiek, weer een stukje Zeeuws DNA ontrafeld.